Ik heb gestopt. Ik ga ook niet meer zeggen dat ik voorlopig geen shoplas op ga nemen, want hoe eerder, hoe harder ik dat zeg, hoe meer ik wil shoppen. Dus ik ben bij de Primark geweest, de Primark. Allereerst, wat de fuck heb ik aan? Check mijn pak. Ik vind het echt amazing. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar ik ben verkleed vandaag. Ik wilde al zo lang zo'n... Het is echt heel warm trouwens, want het is hier natuurlijk... Het is 26 graden in mijn huis. Dus ik doe het er even uit, maar ik vind hem zo cool. Dus dat als eerste. 12 euro, het is echt super zacht. En je had ook een zebra en nou, weet ik het allemaal. Ik vond ze allemaal fantastisch, maar ik ben voor de tijger gegaan. En verder, ik heb niet zo heel veel... Ik was trouwens daar in Almere voor het eerst. En ik heb niet zo heel veel kleding gekocht, verrassend. En ook niet zoveel schoenen, dus het is in ieder geval anders dan wat ik normaal koop. Maar ik was eigenlijk op zoek naar een tasje, een speciaal tasje voor vakantie, maar dat kon ik niet vinden. Dus, en zo'n ding wilde ik heel graag. Nou, laten we gewoon beginnen. Als eerste heb ik dit shirtje. En dit is gewoon een heel simpel... gebroken wit blouseje met één goud knoopje, maar dat doe ik gewoon dan open en hieronder zitten gewoon normale knoopjes en twee zakjes en hij valt los. Het is wel leuk om hem in een high-waist broekje te doen of gewoon voor over een skinny jeans heen of, en ik vond hem heel erg leuk en daarom heb ik hem ook in het zwart gekocht. Even kijken, zo, dit is hem in het zwart. Dit is een maatje kleiner. Dit was eigenlijk net even iets meer mijn maat. Maar die hadden ze niet meer van die witte. Dus ik dacht dat het hele idee is toch oversized. Dus deze. En die vind ik allebei super fijn. En die waren 13 euro. Dan kocht ik twee vestjes. Deze. Een donkergrijze. Met een soort glimmende steentjes als knoopjes. En zo'n ribbelrandje. Ik dacht dat deze 6 euro waren. Ze lagen op een tafel met 6 euro, maar ik had natuurlijk even moeten kijken. En ze bleken een tientje te zijn. Maar ik wilde nog heel graag een donkergrijs vestje, want dat heb ik nog niet. En ik wilde heel graag, en daarom heb ik deze kleur. Ik heb namelijk wel zo'n kleur vestje, maar geen korte. Die stickers zo. Dat komt natuurlijk niet helemaal over. Zo. Deze kleur heb ik wel, maar dan alleen een lange. En vaak als je een kort jasje hebt, is het wel handig dat er een kort vestje onder kan. En die heeft dus diezelfde knoopjes, alleen dan een lichtere kleur. En ja, het is echt super zacht spul. Dus hele relaxte vestjes. En dat was het qua kleding en een hondenbroek, maar dat is niet zo spectaculair. En dan kocht ik deze schoentjes. Nou, ze hadden ze echt in... ik denk wel 10 kleuren. Maar ik wilde iets wat overal bij kon. Ook voor vakantie. En die ik daarna gewoon bij spreken weg kan gooien. Omdat ze ranzig zijn en te veel stinken. En deze zijn 3 euro. Ik ben uiteindelijk gegaan voor deze vrolijke roze kleur. Want ik vond dat het overal bij kon. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En dan kocht ik een toilettasje. Dit is een wat kleiner tasje dan dat ik normaal, zeg maar, dat neem ik ook dan niet mee op vakantie. Maar ik heb een tasje wat ik vaak, als ik bijvoorbeeld een weekendje of zo wegga, dan neem ik dat mee. Maar die is echt een beetje vergaande glorie en deze is net een maatje groter. Dus die vind ik wel heel fijn. Hij is een beetje vierkant. En deze was 3,50 euro. En dan kocht ik had een tijdje geleden een bedelarmband. Sorry. Ik had een tijdje geleden een bedelarmbandje gekocht van de Primark en die vond ik heel erg fijn. Maar die is een beetje kapot, dus ik wilde graag een nieuwe. En die ook passen bij mijn roze gouden armbandje. En deze zijn goud met mijn roze gouden armbandje. Mijn roze gouden horloge heeft ook gewoon goud erin zitten. Dus ik ben voor deze twee gegaan. En deze heeft er bijvoorbeeld een Eiffeltorentje aan hangen en I Love Paris. En roosjes en hartje en zo. En deze heeft er een strikje aan hangen. Dat is het allerleukst. En een theepotje. En kortom, hele leuke simpele armbandjes. En die waren allebei 3 euro.
En dan deze fantastische snor. Dit is een horloge met gewoon een zwart bandje en een snorretje erop. En ik vind hem echt heel cool. Ik hou van snorretjes om een of andere reden. En deze was 5 euro. En dan kocht ik nog dit. Dit is zo'n bandje voor om je haar. Komt er niet helemaal over zo, maar ik vond hem wel schattig. Met kant en een roze, licht roze lintje er doorheen. En deze was 2 euro. En wat ik heel fijn vind aan deze is dat hij niet zo strak zit. Ik vind vaak dat het heel strak zit en dan gebeurt zeg maar dit en dan ben je een paddenstoel. En dat is niet zo heel sexy. Dus ik ben heel blij dat deze wat losser zit. En als laatste, en ik weet niet of iemand hier ervaring mee heeft, maar dit is de blush brush van Primark. En deze was 2 euro. Ik zocht eigenlijk nog een wat grotere kwast en nou ja, deze zag er zo mooi uit. Ik dacht, we kunnen het in ieder geval proberen. Nou, hij voelt super zacht, maar niet echt stevig. Maar ja, wel heel zacht en op zich wel veel haartjes. Ik denk wel dat je het makkelijkst mee kan shapen. Maar nou ja, blusher kan dus ook, maar ja, we wilden ook eigenlijk voor poeder. En ze hadden echt een hele grote poederkwast, maar ik dacht, ja, dat past niet echt praktisch in je toilet als en zo. Dus nou, ik ga hem proberen, dus ik ben benieuwd. Dit waren weer al mijn aankoopjes. Ja, de tas is leeg. En ik hoop dat jullie leuk vonden om naar te kijken. Ik hoop dat jullie niet schokken van mijn dierenoutfit. Dat er niet mensen waren die voor het eerst kijken en die dachten, oké, dit is een bijzonder meisje. Maar hij zit echt super lekker en hij is heel zacht. En leuk voor carnaval. Nou ja, ik ga weer lekker genieten van de zon. Ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Mocht je het filmpje leuk vinden, dan vind ik het heel erg leuk als je het wil liken. Of als je nou ja, al mijn filmpjes leuk vindt, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. En nou ja, naast filmpjes doe ik ook gewoon artikelen en zo. En die kan je vinden op www.blondiebeautyfashion.nl. En ik hoop tot snel. Doeg!